De wedstrijd is wel speciaal voor mij, maar ik ben toch wel teleurgesteld over het resultaat. Ik vond dat we goed speelden, vooral de eerste helft. En dat we kansen kregen op 2-0 en zelfs denk ik 3-0. Ja, dan maken zij 1-1 en dan weet je dat na de rust nog een moeilijke wedstrijd gaat worden. Ja, na die 1-1 valt het vertrouwen ook een beetje weg, denk ik, dan bij die ploegen. Ja. Toen dat 1-1 werd, na de rust, dachten we oké, ja, we kunnen er nog over gaan. We hadden wel het gevoel van, dat er nog wedstrijd was. En ja, maken ze 10 minuten voor tijd 1-2, ja, dan krijg je wel een serieuze tik. En dan probeer je alles of niks te spelen en ja, die bal valt dan niet goed. Ik had toch niet het gevoel dat we een slechte partij gespeeld hebben. We waren toch scherp, zeker de eerste time. Als we natuurlijk een beetje geluk hebben in ons afwerken. Mijn kopbal dat hij goed uithaalt. Rafa, als hij de bal goed kan deviëren. Kenneth, die net naast kopt. En als je dan ziet, hun kansen, dus, dat is eigenlijk bijna niks. Maar bon, we zitten voor het moment in de hoek waar de klappen valt. En ja, we moeten daar zo snel mogelijk uit geraken. Maar het is natuurlijk ook niet evident als je natuurlijk constant op een belachelijke manier eigenlijk het tegengoal krijgt. 1-1 bij de rust, dat was in principe alles nog mogelijk, hè? Ja, dat is ook. Ja. Misschien moesten we toch zoals vorige week spelen voor dat punt. Maar het is zo dat we toch het gevoel hadden van we gaan erover gaan. Dan kwam Goen ook bij en had ik het gevoel dat we toch weer terug de bovenhand namen. Maar bon, dan één counter weer van hun en was het weer doelpunt. Dus ja,
we zullen zien nu wat dat het zal geven. En Lierse, we moeten terug met het mes tussen de tanden naar daar gaan en hopen dat het geluk toch wel een keer terug aan ons zijde komt. Ik denk dat we goed beginnen aan de wedstrijd. Maar na 10 minuten 1-0 achterkomen. Ik denk dat het veldspel voor een stuk voor Waasland-Beveren was. Maar de kansen waren voor Westerlo. Het blijft dan gelukkig 1-0. En op een goed moment komen we eigenlijk op 1-1. En dan kunnen we ook al zodanig gaan rusten. En ik denk dat dan de tweede helft het op en neer ging. Waarbij we dan op een heel goed moment het tweede doelpunt kunnen scoren. 1-2, heel blij, heel enthousiast. Gaf ook een boost aan de groep. En dan denk ik dat het alles eraan doen is om die tweede overwinning van het seizoen, uitoverwinning van het seizoen, mee naar Beveren te pakken. Heel blij voor de groep, voor de club ook. Wetende dat we nu 2 thuiswedstrijden het verschiet hebben tegen Charleroi en Anderlecht. En blij ook voor Emo dat hem op zijn verjaardag een doelpuntje kan meepakken. Uitstekende wedstrijd, analyse van Ronnie. Ik heb er weinig op aan te merken. Alleen de wissel van Genoeg hebben we toch gedaan om proberen toch die 3 puntjes thuis te houden. Dat is een gok dat je neemt. Daar lag het niet aan dat je die wedstrijd gaat verliezen, want we bleven gewoon in hetzelfde shape spelen. Alleen natuurlijk is het een wereld van verschil. De Sturm en Drang eerste helft en tweede helft van ons. En dat is nu al een paar keer gebeurd dat je 1-0 voor staat. Op het moment dat het een 1-1 wordt, dat we dan eigenlijk een beetje in de zak vallen. Dus dat heeft wel te maken met vertrouwen. Dat er op dit moment absoluut niet is in de ploeg. Wat betreft de gekwetste enzovoort enzovoort enzovoort. Het contract van Snow is ontbonden. Dus die gaat niet meer in de kleuren van Westerlo spelen. Met wederzijds toestemming, zoals je dat zo mooi heet. Nou, Bikkie doet nog wel een tijdje. Aulat heeft een pees gescheurd in zijn schouder. Dus die zal ook nog wel een paar weken oud zijn. Dan hebben we nog wel een paar. Gelukkig geen gele kaarten gepakt vandaag. Zo doen we geen schorsingen volgende week. Maar de eerste weken verwachten we eigenlijk niemand van de gekwetste terug. Dus we gaan het moeten doen met deze spelers. En die mannen hebben getoond in het verleden dat ze het kunnen. Dus nu dat de druk groter en groter en groter wordt op ons, moeten ze het ook maar weer een keer tonen. We weten dat we een beperkte kern hebben en daar moeten we nu mee verder. En Frederik komt nu terug, dat is toch wel een extra speler. En we gaan gewoon blijven knokken tot het einde. Volgende week naar Lierse, dus ook weer een belangrijke wedstrijd. Maar we geven niet op, dat moet toch de boodschap zijn, denk ik. Ja, momenteel 1 op 18, is het eigenlijk voldoende ervaring in die ploeg om met dat soort druk in eerste klasse om te kunnen? Goh, vorig jaar hebben we toch ook veel druk gehad, dus ik denk dat ze toch veel jongens ervaren hebben wat druk is. Dus vandaag is niet zozeer denk ik, die druk die ons verlamd heeft. Ik denk, we hadden toch mogelijkheden voor het af te maken de eerste helft. Ja, dat is dan niet gebeurd en dan zit het tegen dat je 2 kansen weggeeft en dat 2 keer een doelpunt is. Vandaag vond ik toch dat we zeker de betere ploeg waren en dat we toch verdienden om te winnen. Maar bon, voetbal kan soms zo oneerlijk zijn en het is nu zo. Ja, volgende week in Lierse zou het dan in principe de 3 punten moeten gehaald worden om niet verder af te zakken. Ja, het is natuurlijk op Lierse, dat is toch ook altijd een verschil. Maar ik denk dat we toch moeten proberen deze week terug een fris kopje te krijgen en proberen deze nederlaag nu achter ons te laten. En dan proberen daar de 3 punten te halen, wat we toch wel nodig hebben.